editing Pamela hier vanuit de toekomst. Ik ben dus nu op dit moment deze vlog aan het editen. En ik kom er dus nu achter dat ik echt ontzettend veel beelden mis. En ik weet niet waar ze gebleven zijn. Ik ben het hele begin van de weekvlog kwijt. Dus dat is echt super leuk. Maar goed, ik begon de week dus door naar mijn moeder te gaan. En mijn kamer in Tilburg te verlaten. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. En dan gaan we nu gewoon verder met de beelden die ik wel heb. Veel plezier met kijken. Hallo, ik ben op mijn vaders kantoor en ik ben mijn camera vergeten. Vind ik heel jammer, want ik wilde dit heel graag gaan vastleggen. Maar ik heb zometeen zangles via Skype. Ik vind het echt heel jammer dat ik mijn camera ben vergeten. Want ik wilde hem eigenlijk neerzetten, zodat jullie konden zien hoe dat ongeveer gaat. Maar dat gaat nu niet, want ik heb mijn telefoon ook nodig voor piano. Maar goed, ik ga hier lekker zangles doen. Ja, het is een ervaring, weet je. Dit moet je ook een keer meegemaakt hebben in je leven. Ik laat straks weten wat ik ervan vond. Oké, ik had jullie beloofd nog eventjes te vertellen hoe het was om de zangles te hebben. Nou, het was echt helemaal prima. Echt, het was superleuk eigenlijk. Het is gewoon heel even wennen dat je, zeg maar, je zangdocent op het scherm hebt. En dat je verder eigenlijk alleen bent. En het is ook even raar omdat, ja, mijn zangdocent speelt nu geen piano en zo. Dus dat moet je zelf allemaal een beetje zo regelen met apps en dat soort dingen. Volgens mij uiteindelijk nog gewoon een zangles van 3 kwartier gehad. Ongeveer. En ja, het was super leuk. Ja, het was echt helemaal prima. En het is hier ook gewoon super chill, want ik kan hier gewoon heel goed zingen. En ik heb daarna nog wat liedjes gezongen, dus daar zal ik nu een paar dingen van in beeld doen. Make it work, make it easy, make it clever, craft it into pieces. Make it sweet, crimp the edges, or make it sour and serve with lemon wedges. I'll slice it. Serve my worries away. I can fix this. I can twist it into sugar, butter covered pieces. Never mind what's underneath it. I have done it before. I'll bake me a door to help me get. Mama, it's amazing what baking can do. So with flour on my hands, I'll show them all how goddamn happy I am. Ik ben inmiddels weer thuis en ik had dus gisteravond een probleem met mijn piercing, want mijn oor die raakte helemaal ontstoken. Het begon helemaal dik te worden en er zat een bultje naast mijn piercing, dus ik had echt super veel paniek. Ik kwam hier ook echt midden in de nacht ongeveer achter, dus ik had echt heel veel paniek. En op een gegeven moment is 5 minuten in een bakje zout gehangen en nu heb ik wel het idee dat het al iets minder heftig is. Maar het leek me wel even een goed idee als ik dit gewoon nu even elke dag 2 keer op een dag ga doen. Zodat die ontsteking, of ja, wat het ook is, weer minder wordt. Dus dat ga ik nu even doen. Dus ik heb hier een bakje. Daar doe ik dan vervolgens gekookt water in. Of tenminste, ik heb het ietsje kouder gemaakt, want anders verbrand ik mijn oor. En dan doe ik er zout in, zeezout. Of tenminste, ik heb nu geloof ik alleen maar gewoon zout, maar dat werkt ook wel. Ga ik daar eventjes zo 5 minuten in hangen. Hoop ik dat die ontsteking weggaat en dat die weer wat vrijer wordt. En zodra dit allemaal voorbij is, ga ik hem eruit laten halen, want ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben letterlijk al bijna, ja, ik ben al 1,5 jaar bezig om mijn piercing te laten helen. Ik heb nog steeds hetzelfde staafje erin. Die ook nog eens helemaal vastgegroeid zit. Of vastgedraaid. Die krijg ik gewoon niet los. Maar ik ben er klaar mee. Ik ga hem eruit laten halen. Ik word er helemaal gek van. Dus ja, ik ga nu in mijn bakje hangen. En dan ga ik ondertussen even een YouTube video kijken. Zo. Ik heb zojuist schoolwerk gedaan. Nu ben ik chagrijnig. Want ik moest solfège doen. En als ik iets haat, dan is het solfège. En het lukt ook allemaal weer niet. Dus daar word ik echt heel ongelukkig van. Goed, ik heb het wel een deel van de opdracht al gedaan. Dus dan hoef ik nog maar een deel te doen. Dat scheelt. En nu ga ik beneden aan mama vragen of ze eventjes een workoutje wil doen. Yay!
Nou, daar gaan we hoor. We gaan een workout doen van Pamela Reef. Reef. 20 minuten. Nou, kom op man. Normaal doe je een uur. En het is ook nog eens beginner. Ik dacht ik doe lief. Oké. Okay. Ik ben gevorderd. We hebben ook nog intens. Ja, maar ik ben gevorderd hoor. We kunnen ook de intense workout doen. Oké, uitdaging. Mam, gaat het goed? Dit is het verkeerde stuk. Ja hoor. Heb je het overleefd? Net aan. Het was pittig. Best, ja. But we did it. Yeah. Yeah. Ik ben zeg maar even veel te lui om naar beneden te lopen en om mijn camera te pakken, want ik ben op zolder. En ik heb zojuist een hele, een paar uurtjes, twee uurtjes denk ik, aan school gewerkt. Ik moet nog steeds superveel doen, maar ik vind het eigenlijk wel mooi geweest voor vandaag, denk ik. En anders ga ik vanavond misschien nog wat doen. En nu ben ik dus even aan het bedenken wat ik nu ga doen, want ik weet gewoon niet meer zo goed waar ik zin in heb. Ik denk om nog even een workoutje te doen hier. Niet dat ik daar zin in heb, maar dan doe ik nog iets nuttigs. Misschien even 10 minuten buikspieren. Ik denk dat ik dat ga doen en dan ga ik daarna gewoon denk video editen. En chillen de rest van de avond. Jongens, het is officieel. Ik kan helemaal niks. Ik had letterlijk een workout van 10 minuten. Kom op, hè. 10 minuten buikspieren doen. En dat kon ik gewoon al niet. Ik hield het gewoon niet vol. Na 7 minuten was ik er klaar mee. Ja, nee, het is gewoon niet voor mij gemaakt. En al helemaal niet zo thuis. Dan voel ik het al helemaal niet. Nee, het is eigenlijk gewoon überhaupt niet voor mij gemaakt. Maar goed, ik doe mijn best. Ik heb het 7 minuten volgehouden. Dus als ik gewoon elke dag probeer om gewoon in ieder geval iets te doen, dan ben ik al trots. Want dan heb ik toch mijn beweging gehad. Of tenminste mijn spierkracht. Want ik voel mijn buikspieren nu wel. Dus dat is goed. Nou jongens, ik heb wat gevonden wat ik kan gaan doen. En wat ik ook nu ga doen. Ik heb over een uurtje mijn eerste online les. Dus ik heb nog precies een uur om dit te gaan doen. Ik heb mijn skillers gevonden. Oh, ik dacht echt dat ik dat niet meer zou hebben. Maar toen ging ik in de schuur kijken en toen hingen ze daar. Dus ik zo, yes. Want ik had daar echt zin in om dat te doen. Want ik hou echt totaal niet van hardlopen. En überhaupt niet van lopen. Maar dit vind ik wel leuk. Want dan kan je gewoon, ja, lekker skileren. En dat is super goed voor je. En dan heb je toch nog even lekker beweging. Dus dat ga ik even doen. Ik zit alleen dit na te denken van, ja, waar ga ik heen? Want het liefst wil ik wel ergens skileren waar je zeg maar zo'n fijne ondergrond hebt. En dat heb je hier wel. Maar het is daar niet echt leuk of zo om te skileren. Het is daar niet echt dat je denkt, oh, wat een gezellige omgeving. Maar ja, het is daar wel het fijnste om zeg maar te skileren. Want je wil niet op van die, ja, vervelende tegels skileren. En dan ga je sowieso op je bek. Dus je wil gewoon een vlakke ondergrond. En dat is eigenlijk alleen daar. Ik ga denk ik eerst vandaag gewoon even dat minder leuke stukje doen. En dan kan ik altijd een andere keer nog de andere kant op gaan. Dus ja, I'm gonna do that. Nou, ik heb net mijn allereerste online les gehad met mijn hele klas en het was echt heel erg leuk. Ik had er wel wat aan, ik vond het eigenlijk wel heel erg chill, dus ja, het is toch wel relaxed om zo'n les vanuit je huiskamer te doen, moet ik zeggen. Ik vond het echt super chill, ik had lekker mijn watertje erbij, lekker gegeten. En nu ik weet niet wat ik ga doen. Ik ben lost, ik weet niet meer wat ik wil doen. Nou, na 300 jaar wachten heb ik mijn pizza hoor. Overbezorgd. Wacht even, je bent niet scherp. Doe je jas eens uit. We willen natuurlijk ook eventjes je mooie Domino's shirt zien. Nou, om een shirtje. Onze enige echte Domino's bezorger. Heerlijk. Yeah. Ik heb even een lichtpuntje van de dag. En dat is dat ik een pakketje heb van Shein. Ik ga hem even openmaken. Ik weet namelijk niet meer wat erin zit, dus dat vind ik altijd erg leuk. Oké, er zitten 4 items in. Ik heb ook nog een 5e item. Die is hier, want die heb ik al aangehad. Het pakketje kwam eerder binnen. Heerlijke kooltrui body. Het is dus gewoon een zwarte kool. Nou, geen trui, meer shirt.
En het is een body. En deze is echt zo chill. Ik kan jullie echt niet vertellen hoe zacht dit is. Oh ja. Oh, ik ga eerst deze. Die vind ik echt heel leuk namelijk. Het lijkt echt alsof die stofjes steeds beter worden bij Shein. Eerst vond ik het altijd een beetje van die goedkope, rare stoffies. Maar het wordt steeds beter voor mijn gevoel. Oké, het eerste wat ik heb is dit super vrolijke shirt. Ik vind het echt super leuk. Dus ik heb echt heel veel zin om deze te dragen. Ik vind hem echt heel erg leuk. Lijkt me echt super leuk op gewoon een jeans. En dan, ja, oké. I love it. Dan het tweede item. Dit is een broek. En die heb ik al in een andere kleur. En toen zag ik deze kleur en toen dacht ik, ja. Ik heb deze dus al in een soort van groene kleur. Toen zag ik deze en dacht ik, die vind ik ook erg leuk. Dus ja, deze broek, die heb ik in de maat M. Ik zie er trouwens echt niet uit, jongens. Maar ik doe mijn best ook niet meer. Ik zie er gewoon elke keer zo uit. Ik doe geen make-up meer op. En ik loop de hele dag in truien. Het kan me ook niet meer zo boeien. Erg leuk. Ik denk echt heel leuk in de zomer. Dus ik ben excited om dit te gaan dragen straks als het weer een beetje mooi weer is. En dan als laatste heb ik een rok. En ik ben er gewoon nog niet over uit of ik rokken nou leuk vind om te dragen. Van dit soort lange rokken. Maar ik denk ja, misschien in de zomer dat ik het wel leuker ga vinden dan nu. En ik heb deze rok. Met stippeltjes. Ik denk wel echt dat dit heel erg leuk gaat zijn in de zomer. Met gewoon een wit oversized t-shirt erop. Ja, lijkt me echt helemaal leuk. En nu gaat de meid weer even wat aan school doen. Want dat moet ook gebeuren. Nou jongens, het is vandaag zaterdag. En dat betekent dat de eerste quarantaineweek bijna voorbij is. Vandaag had ik echt even niet mijn dagje. Ik heb eigenlijk tot nu toe elke dag echt wel nuttige dingen gedaan. Maar ook dingen gedaan wat ik heel erg leuk vond. En ja, ik heb daar best wel een goede balans in gevonden de afgelopen dagen. Maar vandaag, ik wist gewoon niet waar ik zin in had. Ik wist niet wat ik wilde doen. Toen probeerde ik aan school te werken. Het lukte me gewoon niet. Werd ik eigenlijk gewoon heel erg chagrijnig van. Toen ben ik daar ook mee gestopt. Ik weet niet. Ik heb vandaag mijn dag gewoon niet. Misschien komt het ook gewoon letterlijk omdat het weekend is. Dat mijn lichaam nu gewoon toch zegt... Je hebt weekend, ga maar lekker chillen. Dus ik heb er uiteindelijk ook maar gewoon aan overgegeven. En ben ik gewoon nu lekker in mijn bedje aan het chillen. Ik heb net even lekker video's gekeken. Ik heb nog wel een stukje van mijn video geëdit. Ik ga nu dan wel even wat aan school doen. Maar gewoon vanuit mijn bed, gewoon chill. Want ik merk gewoon dat ik moe ben. Ik vind echt niet dat ik dat kan zeggen. Ik vind gewoon niet dat ik kan zeggen dat ik moe ben. Maar ik ben het echt. Ik ben echt oprecht moe. Ik denk gewoon dat ik moe ben van het niks doen. Ja, daar word je op een gegeven moment gewoon heel erg lui van, denk ik. Ja jongens, het is niet makkelijk om zo lang in quarantaine te zitten. Maar daar weten we allemaal alles van. Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Laat me even weten hoe het er bij jullie aan toe gaat nu. Of je het nog volhoudt. Wat je allemaal doet op een dag. Vind je het fijn? Vind je het niet fijn? Ik ben heel erg benieuwd hoe het met jullie allemaal gaat. Dus laat dat zeker even weten in de reacties. Oké, goedemorgen. Of tenminste, het is alweer bijna middag. Maar goedemorgen voor mijn hoofd. Ik heb gisteren iets heel impulsiefs gedaan. Ik heb namelijk 2 uitbreidingspakketten en een gamepack erbij gekocht van The Sims 4. Dus je kan wel raden wat ik vandaag de hele dag ga doen. Sims spelen. Och, ik heb er zoveel zin in. Echt, I can't. Ik was gisteravond dus al begonnen met spelen. Maar toen was het op een gegeven moment 1:15. En toen dacht ik, misschien moet ik gaan slapen. Dus toen heb ik mijn spel uitgedaan. Toen ben ik vervolgens heel moeilijk in slaap gekomen. Dat ik eigenlijk gewoon door wilde spelen. Ik heb gewoon heel veel zin om te gaan spelen. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb ook nog wel een andere... Oh my god, we krijgen een noodmelding. Hé, eindelijk. Ik denk al. We hebben toch niet voor niks het NL Alert. Oké, in ieder geval... Ik heb ook nog wel wat andere dingen op de planning staan, maar dat doe ik lekker vanmiddag. Zo, nou, ik heb de hele ochtend Sims gespeeld en het is nu tijd om weer even wat nuttigs te gaan doen. Ik ga zo meteen eventjes mijn dansles doornemen, want we hebben filmpjes gekregen. Dus ik ga denk ik lekker even buiten dat doornemen. In de tuin doe ik gewoon lekker mijn oortjes in en dan kan ik gewoon die filmpjes kijken en het doen. Maar ik wilde het nog heel eventjes hebben over mijn Fitbit. Voor de mensen die het niet weten, ik ben een campagne aangegaan met Fitbit en Coolblue. En ik heb nu al een tijdje deze smartwatch in gebruik. En dit is dus een Fitbit Versa 2. En ja, met de Fitbit kan je eigenlijk je workouts bijhouden, je beweging. Er zit een stappenteller op. Het houdt ook je slaap bij. Je kan invoeren hoeveel water je per dag hebt gedronken. Echt een ontzettend fijn ding. En ik heb hem dus samen met Judith in gebruik, mijn beste vriendin. En we zijn daarin een challenge aangegaan om te kijken wie het meest fit is van ons twee. En ja, daar zijn we nu dus al een aantal weken mee bezig. En
Nou, het is ons allebei wel duidelijk geworden dat Judith net een stukje fitter is dan ik. Dat is ook logisch, want Judith studeert musical theater en daarin ben je veel meer bezig met dansen, met bewegen en met dat soort dingen. Daaraan zie je wel dat zij echt wel meer beweegt en meer stappen zet op een dag en zo, maar dat is logisch. Maar ik moet wel zeggen dat de Fitbit er wel echt voor heeft gezorgd dat ik vaak gemotiveerder ben om een workout te doen of om te sporten of whatever. Dat meen ik echt, omdat ik het gewoon echt heel erg leuk vind om dan hierop te zien hoeveel calorieën ik dan heb verbrand. En ja, dat is gewoon echt ontzettend leuk. Dus ja, dat moet ik wel echt toegeven. De Fitbit heeft mij echt gestimuleerd om meer te bewegen. Dus dat is wel echt heel erg goed. Ik had aan het begin best wel moeite met mijn slaap bijhouden. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Omdat ik eigenlijk heel erg toen het de drang kreeg om een super goede slaapritme te hebben. En een goede score te halen. Terwijl dat niet altijd lukte. Ik denk er nu niet meer aan. En nu vind ik het juist heel erg leuk om gewoon te kijken in de week. Van ja, hoe heb ik eigenlijk geslapen? Heb ik een beetje oké geslapen of niet? Onrustig of niet? Dus dat is echt super chill. Dus ja, mijn eindconclusie van de Fitbit is: wil je graag een smartwatch die echt puur en alleen voor je gezondheid dingen registreert, dan is dit echt een hele goede om aan te schaffen. Ik zet een linkje in de beschrijving van de zwarte en van de roze Fitbit. Want de roze Fitbit heeft Judith. Je moet zelf natuurlijk weten of je het belangrijk vindt, ja of nee. Maar ik krijg best wel veel op mijn Instagram de vraag van: ja, ik weet niet of ik het moet aanschaffen. Moet ik het doen? Nou ja, als jij dus graag bezig bent met workouten, fit zijn, sporten, dan denk ik dat dit een hele goede toevoeging is. Dus dat is eigenlijk mijn eindconclusie van het product. Ik ga hem zeker blijven gebruiken. Ik heb hem ook eigenlijk altijd om. En nu ga ik dus even beneden in de tuin mijn dansles doornemen. Yay! Het is inmiddels een dag later, bijna 2 zelfs. Ik was aan het nadenken, toen dacht ik heb mijn vlog gisteren niet afgesloten. Knijtertje dom, ik ben gisteren veel te lang en veel te... Oh, ik heb allemaal mascara onder mijn ogen. Nou, oké. Okay. Gisteren veel te lang bezig geweest met Simsen. Ja, het is echt niet normaal. Ik heb gisteren letterlijk van 11 uur 's ochtends tot sowieso in de middag 1 uurtje een pauze. Maar daarna ben ik weer gaan Simsen. Ik heb letterlijk van 11 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds Sims gespeeld. Het is niet oké, okay, maar in het kader van quarantaine vind ik dat het wel oké okay is. Dus ja. Maar ja, toen ben ik dus helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. Want daarna was ik helemaal kapot en ben ik gaan slapen. Ja, bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie de quarantainetijd een beetje doorkomen. Met mij gaat het in ieder geval heel erg goed. Ik vermaak me wel. En ik hoop dat jullie je ook vermaken. Want ja, we kunnen niks anders dan deze situatie een beetje gaan accepteren. Maak er het beste van, zou ik zeggen. En ik hoop natuurlijk dat ik jullie bij de volgende weekvlog weer zie. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!